Hallo! Hallo, whiskyliefhebbers. Jock hier in de back office van Bressen & Timmer. Wil je iets meer weten over Schleers uit de hooglanden van Beieren? Blijf maar kijken, dan hoor je het zo. Hallo Jock, nog een keer. Hi, daar ben ik. Schleers hebben we het over, de Duitse whisky Schleers. Van de hooglanden van Bavaria. En ik had de fles laten zien, net bij de intro, eentje ervan. Hier is die van het Oktoberfest. Die heeft tussen de 5 en de 7 jaar in een nieuw Amerikaanse eikenvat gelegen. En 9 maanden in een biervat die van het Oktoberfest is geweest. De 2023 Oktoberfest whisky van Schleers, limited edition. Zeer de moeite waard. 45% alcohol by volume, ABV. Dus ik zou zeggen, come and get it. Dan heb je hem in de doos. Daarnaast hebben we nog een limited edition van Schleers. En ik hou lekker bij de camera. Eerst de doos. Daar heb je hem. En dan deze, dat heet de Mountain Edition. Mountain Edition. Die wordt gerijpt in nieuw Amerikaanse eikenvaten voor 5 jaar. Zie ik dat goed? Zie je dat goed, Jockey? 5 jaren. Op 1501 meter hoog. Dat brengen ze met een gondel bovenop die grote berg. De temperatuurverschil tussen zomer en winter op die berg, by the way, bevat 60 graden Celsius. Dus het is hoog in de zomer, laag in de winter vanwege de hoogte. En dan krijg je dan een enorme in- en uit. Hij is 45% alcohol. Zoals ik zei, in nieuw Amerikaanse eikenhouten vaten gerijpt. Zeer gelimiteerd in Nederland. Er zijn nog maar een doosje of 420, misschien 30 flessen voor heel Nederland. Ik zou zeggen, get it while you can. Het is zo ongelooflijk de moeite waard. Schleers, ik had nooit gedacht, ik heb een hele serie en een interview over Schleers op Bressen & Timmer's pagina gezet. De pagina van YouTube. En daar kan je zien een interview met de manager met mij. En het is fantastisch. Ik had nooit jaren geleden, als je tegen mij had gezegd, Jock, jij gaat helemaal fan worden van een Duitse whisky, had ik je voor gek verklaard. En nou ben ik op mijn woord teruggekomen, want het is zo goed. De kwaliteit is zo fantastisch goed. Je hebt 2 limited editions nu dit jaar om uit te kiezen. Je hebt natuurlijk wat ik net zei, de Mountain Edition. Hier heb je de Mountain Edition. En dan heb je ook de Oktoberfest editie. Dat hoort bij iedereen in de whiskykast te zitten als je van mooie whiskies houdt. Echt. En Highland whisky ook, hè? En Highlander. Alleen niet de Scottish Highlands, de German Highlands in dit geval. Bavaria. En tot de volgende keer zou ik zeggen, dames en heren. Wat zeggen ze in Duitsland? Proost, net zoals wij. Proost, hè?